Hallo allemaal en welkom terug. Dit is dag 50 van de zombie apocalypse. 7 weken plus 1 dag binnen. 7 weken plus 1 dag zombie virus. 7 weken plus 1 dag een intelligente lockdown. Mijn naam is Vidioot. Goedemorgen allemaal. Ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik vind dat zij het tot nu toe fantastisch doet, maar vandaag is het niet allemaal positief. Zelfs niet voor een fanboy. Zoals ik. We wandelen even door de cijfers heen. Dit is onze Nederlandse zombie-apocalypse. Met nu 40.000 mensen besmet. Positief getest. Bijna 11.000 mensen in ziekenhuizen geweest. En er zijn nu meer dan 5.000 Nederlanders overleden. Het is niet best. Deze cijfers zijn lager dan ze waren. De laatste week van maart, begin april, maar het is nog steeds allemaal absoluut afschuwelijk. Het is om depressief van te worden. In onze familie en kennissenkring is gelukkig afkloppen op hout. Helemaal niemand ziek. En is dit echt iets wat een beetje een soort ver van onze bedshow is? Wij nemen natuurlijk beschermingsmaatregelen, we houden afstand, we blijven zoveel mogelijk binnen, maar we kennen geen mensen die werken in de zorg of mensen die ziek zijn of hier heel heftig door geraakt zijn. We hebben wel wat vrienden en kennissen die goed aan het flippen zijn van binnenzitten. Maar ja, het is niet anders, lieve mensen. We moeten voorwaarts. Dit is de wereldwijde situatie. En voor de mensen die aandachtig het coronanieuws bingen, zoals ik dat doe. Deze cijfers zijn nog steeds schrikbarend. Dit is het totaal aantal mensen wereldwijd wat positief getest is. Ja, dat stond op een gegeven moment op 2 miljoen. En toen was het iets bijzonders. Nu is het 3,5 miljoen. Dit getal stond op een gegeven moment op 150.000. Dat zijn we lang en breed gepasseerd. Ik denk dat we morgen aan meer dan 250.000 totale doden zitten. Dat is de aantallen van de tsunami in 2000 en wat is dat? Dat is 2010, eind 2010, die tsunami in Zuidoost-Azië. Daar gingen 250.000 mensen dood. Dat was iets ongekend. Dit is net zoiets en dit treft veel meer landen. En heeft onze economie compleet en totaal verwoest. Het is afschuwelijk wat er op dit moment gaande is. Want naast het feit dat er heel veel mensen ziek zijn, heel veel bezorgd zijn en allemaal binnen zitten, zijn er ook heel veel mensen die geen geld meer hebben, geen baan meer hebben, niet te eten hebben en andere problemen hebben. Ik weet het niet. Ik zie geen licht aan het einde van de tunnel. In de Verenigde Staten is het de allergrootste ramp denkbaar. En dat kunnen we hier zien. Want in de Verenigde Staten is hun zorgstelsel werkt gewoon heel anders dan dat van ons. Zorg is daar echt compleet geprivatiseerd. En Big Pharma en de verzekeringsmaatschappij maken daar de diensten uit. Daar zijn geen publieke opties voor mensen. Daarnaast is het Verenigde Staten een heel mobiel land. En men heeft de problemen daar ernstig onderschat. En heel veel bezuinigd op zorg. Al heel veel jaren. Dus dit zijn daar de effecten van. 1,1 miljoen mensen besmet. En inmiddels bijna 68.000 doden. Dat is vele malen meer dan de Vietnamoorlog. Dat is niet normaal meer wat er in Amerika aan het gebeuren is. Dat gaat verstrekkende gevolgen hebben voor years to come. En de Amerikaanse economie is op dit moment zo afschuwelijk aan het piepen en kraken. Veel erger dan in andere landen om dezelfde reden. Alleen big business krijgt geld. De gemiddelde burger kan gewoon stikken. En dan kwam ik dit tegen. En hier ben ik dus een beetje ontevreden over. Vreselijk leuke foto wel. Maar goed, burgemeester Halsema
wil een nieuwe fase in. Experimenteer met terras en musea. Dat vind ik dus een heel slecht idee. Terras en musea is helemaal niet zo belangrijk voor de gemiddelde Amsterdammer. De mensen die 3-4 euro willen betalen op een terras, of nog heel veel meer, omdat ze er ook wat bij eten, dat aantal mensen is betrekkelijk klein. En de mensen die nu zin hebben in een museum, ja, god, bekijk wat kunst online. Dit zijn hele lage prioriteiten op dit moment. Maar ja, Amsterdam, terras, musea, daar komen de toeristen op af. Ja, maar de gemiddelde Amsterdammer denk ik niet. Maar goed, wat staat hier? Stond hier een idee in. Wat de burgemeester Halsema zegt, er moet snel toestemming komen voor lokale oplossingen. Dus het kabinet in Den Haag moet gezegd van, goh, doe het allemaal een beetje op je eigen manier. Hij zei zondagavond in de televisie, de boodschap, wat ze hier zegt is, je kunt het virus niet bestrijden met repressie. Ik vind niet dat er hier sprake is van repressie. Ik vind dat hier sprake is van, doe allemaal voorzichtig, blijf binnen. De boodschap was om zoveel mogelijk binnen te blijven. Nu moeten we de overgang maken naar afstand houden. Dat is de enige manier waarop mensen het langdurig kunnen volhouden. Nou, dat vind ik prachtig. Maar ik ga niet naar een terras of naar een museum. Onder geen enkel ding. Ik haal al mijn centjes in mijn zak. Want er komen barre economische tijden aan. Dus mensen die veel te besteden hebben en gewoon nog volledig betaald krijgen, of niet afhankelijk zijn van inkomen of wat dan ook. Ja, misschien dat die naar een terras willen, maar dat zal een miniem percentage van de Amsterdammers zijn. De meeste mensen zitten in zwaar weer. En dan zegt ze hier dat er een plan is. Moet je even kijken wat het is. Even kijken, hier. Tegelijkertijd drong Halsema aan op ruimte van het kabinet om lokale oplossingen mogelijk te maken, zonder eerst vergunningen te hoeven aanvragen. Zo is ze enthousiast over een idee van kroegbazen rond de Nieuwmarkt. Alsjeblieft, maar de Nieuwmarkt, dat is midden in het fucking centrum van Amsterdam. Dat is echt voor de toeristen. En dan de hippe trendy mensen die naar de Nieuwmarkt moeten per se. Er zitten daar hele dure, hippe horeca. En wat ze willen doen is, die het plan hebben om een groot terras te maken van het plein met één centraal uitgiftepunt van drankjes. Het wordt een soort afhaal, weet je. Je haalt je drankjes af, je pliep. En dan mag je met een mondkapje en handschoentjes allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. En in een soort speciaal vak zitten. En alle ondernemers delen dan die omzet. De crisisbestrijding komt van bovenaf vanuit het kabinet. En dat doen ze hartstikke goed. Ik weet het niet. Ik weet niet of het zo goed gaat. Ik bedoel, ik heb sterk het idee dat het land wat eerder op slot had gemoeten. Maar goed, ze doen het goed. Veel meer dan communiceren en achter dat virus aanlopen doen ze niet. Maar we hebben nog steeds niet genoeg mondkapjes. De scholen zijn nog steeds dicht. Het is een absolute wereldwijde ramp. Maar goed, ons kabinet doet heel goed. Maar de bevolking, maar als je de bevolking wil helpen, moet je nu lokaal initiatief een kans geven. Met de regie zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Ja, dat moet je dus beslist niet doen. Want dat gaat 100% zeker mis. Omdat iemand die regie bij mensen zelf moet gaan controleren. Dan staat er hier dat ze rekening houdt met anti-corona maatregelen tot in het najaar. Dus dat is september. Toch hoopt ze op meer vrijheid tegen die tijd. We weten waarom we het doen. Maar ik hoop wel dat we dit najaar de politie weer in kunnen zetten waarvoor het echt nodig is. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik vind dit zo'n raar initiatief. Er zijn zoveel belangrijkere dingen die meer open zouden moeten, et cetera. Denk aan een kapper, denk aan een dit, weet, dingen die mensen echt nodig hebben. Maar terras en musea, voor dat minieme percentage wat daarheen gaat, ik vind het lulkoek. Het spijt me, mevrouw de burgemeester, ik ben een hele grote fan. En ik weet dat u het vast niet leuk vindt om mijn kritiek te horen. Maar dit vind ik totale onzin. Oké, dan deze. Joegij. 1200 sterfgevallen meer dan normaal. Hier heb ik het over gehad. Dit aantal stelt geen ruk voor, overleden personen. Dat zijn mensen die zijn overleden en getest zijn. Positief getest op corona. Maar er gaan veel meer mensen dood. En die hebben ook allemaal corona. Die worden alleen niet getest. Dus we praten niet over 5000 dode onschuldige Nederlanders. We praten over vele malen meer. Het is echt om te huilen, is dit. Er zitten weken bij. Dus in een week gaan het. Weet je, hier.
In de week van 20 tot 4000 sterfgevallen in Nederland. In twee plaatsen in Nederland is de sterfte nog 4 keer hoger dan in de eerste periode van dit jaar. Het is complete waanzin. Er zijn allerlei mensen gewoon thuis op andere plekken aan het overlijden. Ongetwijfeld aan corona, maar we testen die mensen niet, dus we weten het niet. Zij is van het CBS. Het is om te huilen. Oké, dan het openbaar vervoer. Want dat moet weer open natuurlijk. Want iedereen moet naar zijn werk. Terwijl je een enge ziekte kunt krijgen. En het OV wil opschaling. Maar dan willen ze wel meer geld en verplichte mondkapjes. Nou, dat lijkt me volkomen logisch. Mij krijg je geen openbaar vervoer in. Ik ga geen tram nemen. Geen bus nemen. Ik ga geen metro nemen. En ik ga geen trein nemen. Ik begin daar echt niet aan. En als ik het zou nemen, dan zou ik het doen, weet ik veel, om 6 uur 's morgens, als het helemaal leeg is. En inderdaad met plastic handschoentjes en een mondkapje. Maar dan moet er wel, godverdomme, iets heel belangrijks aan de hand zijn. En dat is er niet. Dus ik blijf gewoon echt zo lang mogelijk binnen. Want als er een plek is waar je ziek kan worden, dan is het in de bus of in de metro. Want daar zit iedereen te niezen en te hoesten. En daar zitten een hele hoop mafkezen in die beslist geen 1,5 meter afstand gaan houden. En ik snap niet hoe je dat gaat doen. Ik bedoel, hier in Amsterdam rijden de trams, weet je wel, om de 5 minuten. En dan zitten ze bomvol. Dus nu gaan we dan trams laten rijden die helemaal afgeplakt zijn met stickers waar je mag staan. Dus dan moeten ze gaan rijden om de minuut om al die passagiers te vervoeren. Dat hele OV zie ik niet gebeuren gewoon. Dan... Duizenden leerlingen vragen om tablet, laptop of tablet, maar de subsidiepot is leeg. Oh, wat vervelend. Toch nog een beetje derde wereldland. Het kabinet doet het heel goed. Staat hier dat er 10.000 kinderen op dit moment niet normaal digitaal kunnen werken. 10.000 in Nederland. Een van de rijkste landen ter wereld. Maar het kabinet doet het fantastisch goed. Dus na 50 dagen binnen zitten, 50 dagen lockdown, en sommige mensen zitten al veel langer binnen omdat ze gewoon eerder bezorgd waren, hebben die leerlingen nog steeds geen laptop. In een van de rijkste landen ter wereld. Dat lukte ons niet in 50 dagen. Net zoals mondkapjes nog steeds een probleem vormen. Ik vind het absoluut schandalig. Ik vind het vreselijk zielig voor die kinderen. Mevrouw de burgemeester, ik denk dat die laptops wat belangrijker zijn dan terrassen en musea. Nogmaals, ik bedoel niet kwaad. Ik bedoel niet kwaad. Maar ik moet ook af en toe kritiek hebben. Zelfs als fan. Dan, Trump claimt bewijs. Coronavirus komt uit lab in China. En het is zo jammer dat Trump dat bewijs claimt. In Wuhan, waar dit virus vandaan komt. Daar is inderdaad een laboratorium waar men virologie bestudeert. En daar doet men inderdaad studie naar onder andere coronavirussen. En het kan. Het verhaal is eerst, nou, je hebt allemaal mensen die eten vleermuizen. En het komt van een vleermuis. En je kan daar gewoon vleermuis eten en kopen. Dus het komt van zo'n dierenmarkt, zo'n wet market. Maar Trump is nu gaan roepen dan dat het uit een laboratorium in China komt. Weet je, wat ik altijd een beetje heb met Trump is, als hij wat roept, dan geloof ik er meestal geen ruk van. Want de volgende week roept hij weer wat anders, weet je. Of de dag daarna roept hij weer wat anders. Het zou heel treurig zijn als dit zo is, maar ik geloof het niet echt. Ik vind Trump een compleet ongeloofwaardige figuur. Maar dit gaat natuurlijk een eigen leven leiden. Want de blinde Trump-volgers, mensen die helemaal dol op hem zijn. Zie wel, de Chinezen hebben ons gepakt. Donald Trump is als reactie erop aan het dreigen met meer... handelsembargo rotzooi tegen China. Dus dat is fantastisch. Dat lijkt me de beste manier om hiermee om te gaan. Terwijl dit is wat er gaande is in Amerika. En hij probeert natuurlijk een beetje China de schuld te geven, weet je wel. Zodat mensen niet kritisch over hem zijn. 1,1 miljoen besmette mensen en bijna 68.000 doden. Meer dan welk land dan ook. Nou is Amerika natuurlijk veel groter, maar ja, ze schreeuwen altijd dat ze de allerbeste healthcare hebben. Nou, dat is beslist niet zo. En dan dit, hier kan ik over mee praten. Ik heb ook mijn huursverhoging gekregen. En mijn woningbouwvereniging, net als de woningbouwvereniging van deze meneer, die zegt gewoon hoppa, meer betalen. En dat is een beetje raar, want het Nederlandse bedrijfsleven, de BV Nederland, mevrouw de burgemeester... Die zijn allemaal massaal geen huur aan het betalen. Want ze zijn heel erg zielig. Dus je hoeft geen huur te betalen. Sterker nog,
De gemeente van Amsterdam die zegt, ah, sportclubs hoeven geen huur te betalen. Maar wij, weet je, al die mensen die werkeloos thuis zitten, helemaal fucked up, baan kwijt, stress. Wij moeten gewoon een ijskoude huurverhoging betalen. Ik heb bij mijn klacht gedaan, bij mijn woningbouwvereniging. Ik zeg, sorry, maar er is een wereldwijde pandemie. Alle grote bedrijven hoeven ook geen huur te betalen. Sportclubs in Amsterdam hoeven geen huur te betalen. Ik ga geen huurverhoging betalen. Ik wil dat daar nu meteen iets aan gedaan wordt, want ik vind het schofterig. Wat vindt u daarvan, mevrouw de burgemeester? Gaan we de huren verhogen? Terwijl iedereen helemaal armoedig thuis zit, niks kan doen, nergens heen kan. Ik denk dat je heel veel pushback gaat krijgen. Ik vind het schofterig. En dan deze laatste, en ik heb geen idee wat dit is. Ook in Nederland kinderen op IC met mogelijk nieuwe ziekte. Ook in Nederland zijn enkele kinderen op de intensive care beland met een mogelijk nieuwe ziekte die vooral kinderen lijkt te treffen. JP. En wat staat er hier? Volgens de Britse krant Guardian zijn er in 6 landen al bijna 100 gevallen geteld. De ziekte kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten een toename zagen van het aantal kinderen dat in ziekenhuizen werd opgenomen. De kinderen hadden veelal last van hevige buik, maag- en darmklachten en een stevige koorts. Sommigen hadden long- en hartproblemen. In het Verenigd Koninkrijk zijn enkele kinderen eraan bezweken. Dat betekent overleden. In de andere landen zijn geen sterfgevallen bekend. En ze weten niet wat het is. En ze proberen uit te vinden wat het is. Ze weten niet of het gerelateerd is aan corona. Maar ja, god, nog meer zorgen voor ouders. Kind ziek wordt, ben je nu helemaal doodsbang. Iedere gewone hoest is nu verdacht. Iedere gewone nies is nu verdacht. Het is afschuwelijk allemaal. Arme mensen. Hoe gaat het met ons? Nee, niet qua bedoeld, maar... Mevrouw de burgemeester, wij zijn niet hele vermogende mensen die heel veel uit willen gaan en naar al die terrassen willen. En wij willen ook niet naar al die musea. Wij vinden het prima om een beetje gewoon te wandelen met onze hond. En wij vinden het prima om veel binnen te zitten. Want wij vinden Amsterdam gewoon over het algemeen heel druk en duur. Helemaal deze periode. De periode van mei tot september wordt Amsterdam normaal gesproken overspoeld door toeristen en festivals en evenementen. En je wordt er helemaal knettergek van. Deze periode proberen we vooral de stad te mijden. En ben je zelf ergens een leuk plekje te vinden om te hangen of wat dan ook. Maar nu eindelijk al die toeristen weg. Al die horeca dicht. Misdaad is gehalveerd, de snelweg is leeg. Het is overal hartstikke stil en rustig. Ik vind het wel lekker voor een keer. Het spijt me, maar ik vind het echt wel lekker. Ik heb afschuwelijke zomers meegemaakt in Amsterdam waar je reet niet kon keren. Altijd alle trams vol, alle terrassen vol, overal lawaai en toestanden. Ik vind het wel lekker om een keertje wat rust te hebben. Dus ik moet eerlijk zeggen dat naarmate deze lockdown langer duurt, het steeds makkelijker wordt. En steeds relaxter wordt. Ik vind het prima om binnen te zitten. Ik heb bovendien geen zin in dit. Ik heb echt geen zin in ziek worden en een enge ziekte. Ik heb daar gewoon helemaal geen zin in. En ik ga niet experimenteren met terras en museum. Ik blijf lekker veilig thuis. En zoek maar een andere gek die dat gaat doen. En je zult zien, zodra je dingen gaat opengooien, krijg je meer besmetting. Want iedere specialist en zijn gekke broertje is dat aan het roepen. En op het moment dat iedereen lokaal dingen gaat regelen, weet je, dus zonder centrale aansturing, dan weet je dat het lokaal op een hele hoop plekken glorieus misgaat. En zij wil dat de politie weer gaat doen waar ze voor bedoeld zijn. Ja, dat is boeven vangen, mevrouw de burgemeester, maar er zijn geen boeven om te vangen, want de misdaad is gehalveerd. Ik denk dat voor die politieagenten wel een keertje leuk is. Allemaal minder huiselijk geweld. Minder schietpartijen, minder straatroven, geen vrouwen die worden lastiggevallen, geen diefstal, geen overvallen, minder plofkraken. Ik denk dat die jongens dat wel een keertje prettig vinden. Geen evenementen, geen eredivisiewedstrijden. Volgens mij heeft de politie mankracht en vrouwkracht over. Als je de misdaad halveert en je hebt nog steeds hetzelfde aantal agenten, dan zou je nu je normale werkzaamheden prima moeten kunnen doen. En het idee dat dat niet kan, vind ik waanzin. En op het moment dat jij terrassen en musea gaat opengooien, zul je daar politietoezicht moeten hebben om ervoor te zorgen dat iedereen afstand van elkaar houdt.
Want er hoeft maar één gek irritant te gaan doen. En toch dicht bij me in de buurt te komen. En dan krijg ik €390 boete. Die ik niet wil betalen. Sterker nog, in dit stadium zou ik hem niet eens kunnen betalen. Dus dit, mevrouw de burgemeester, alsjeblieft niet doen. Want het piepkleine groepje Amsterdammers wat hier blij mee is. Dat zijn gewoon egoïsten. En ik denk dat je heel veel kritiek zult krijgen van met name mensen die minder te besteden hebben. Die zeggen, kijk hun, zij zitten lekker in een museum en op een terras. En ik zit binnen 3 hoog achter op mijn balkon met een fles cola. Dus ik vind dit een rare keuze. Ik ga die aflevering van Op 1 ook niet kijken. Lieve mensen, blijf allemaal gezond. Blijf allemaal binnen. Dit was de 7e week van de zombie apocalypse. Dag 50. En we moeten door tot 1 juni. Want dan gaan zogenaamd de middelbare scholen weer open. Nou, ik geloof daar allemaal helemaal niks van. Blijf allemaal binnen, blijf allemaal gezond. En ja, ik zou zeggen, vergeet die terrassen en die musea. Want dat is vragen om problemen. Lieve mensen, tot de volgende keer.